Moderne Hyundai's staan bekend om een gebruiksvriendelijke en intuïtieve bediening. Je hoeft dus niet door allerlei digitale schermen te worstelen om bijvoorbeeld de temperatuur te verhogen of een radiozender te veranderen. Een goed werkende airconditioning is onmisbaar. Zomers krijg je verkoelende frisse lucht binnen en in het najaar ben je sneller verlost van beslagen ramen. De airconditioning en de ventilatie regel je via deze ergonomische knoppen. Achter de versnellingspook vinden we de knoppen voor achtereenvolgens de stoelverwarming, de stuurverwarming, het start-stopsysteem, de parkeersensoren en de stoelverwarming van de passagiersstoel. In de ruimte daarachter kun je je smartphone draadloos opladen en erboven vind je een 12-volt aansluiting en een USB-aansluiting. Alle navigatie, connectiviteits- en mediafuncties zijn te bedienen zonder dat je je ogen van de weg hoeft te nemen. Dat is wel zo veilig. Ook via de handige knoppen op het stuurwiel zijn de meest voor de hand liggende functies intuïtief te bedienen. Zoals de volumeknop van de radio. Via het multimedia display kun je niet alleen de navigatie instellen, je kunt ook via Bluetooth je smartphone draadloos verbinden met de auto. Zo kun je muziek vanaf je telefoon afspelen via het infotainment systeem in de auto. Ga zowel in de auto als op je smartphone naar Bluetooth. Zoek op je smartphone in de lijst van beschikbare apparaten naar je auto en klik hierop. Volg de instructies om je smartphone te koppelen. Om verbinding te maken met Apple CarPlay of Android Auto, sluit je je smartphone via een USB-kabel aan op de USB-poort van de auto. Vanaf dat moment kun je navigeren, bellen, muziek luisteren, berichten versturen en ontvangen vanuit je auto. De functie maakt gebruik van de ingebouwde microfoon, speakers en knoppen van je auto en is volledig geïntegreerd.